Landgenoten, 42 jaar geleden, op 25 november 1975, heeft het volk van Suriname de definitieve stap gezet tot zijn onafhankelijkheid, zijn self-reliance volgens premier Arong, zijn residentie in de poëtische term van dichter Trefosa. Met opgeheven hoofd begonnen wij aan onze verdere ontwikkeling, nu in volle zelfstandigheid en meer nog in volle verantwoordelijkheid voor de keuzes die wij maakten voor land en volk. Bewust dat het pad van residentie bezaaid zou zijn en overigens altijd bezaaid zal blijven met hindernissen, heeft ons volk getoond dat het in staat is de rijkdom die ons geschonken is in onze mensen en in onze natuur op een goede manier te benutten. We hebben periodes mogen genieten van groeiende welvaart voor iedereen, van een aangename levenssfeer, van waardige en vriendschappelijke relaties met buitenlandse mogendheden, volkeren en regionale en internationale instituten. De klank Suriname bracht in die periodes voor ons in het land en voor de gehele wereld steeds een goede boodschap met zich mee. Helaas hebben ook in de afgelopen 42 jaar bronnen van ellende kans gezien geleidelijk tot wasdom te komen en soms zelfs tot eruptie om zo de overhand te nemen in het klimaat waarin wij in Suriname moeten leven. Telkens weer heeft ons volk getoond de kracht te bezitten om de negatieve ontwikkelingen het hoofd te bieden en tenslotte te bedwingen en te overwinnen. Ook nu is het weer zover dat ons leven gebukt gaat onder de sombere deken van armoede, zware criminaliteit, drugsgebruik en drugstransporten, onvoldoende middelen in de gezondheidszorg, onvoldoende voorzieningen in ons onderwijs, slecht bestuur, slecht financieel beheer, toenemende geldontwaarding, onbestrafte corruptie en een chaotisch beleid ten opzichte van buitenlandse relaties. Ook nu weer zullen wij als volk de kracht moeten opbrengen om het getij te keren en weer hoop en perspectief te brengen voor een ieder, voor alle delen van onze gemeenschap. De verantwoordelijkheid om deze omslag tot stand te brengen rust niet alleen op de schouders van politici, van het bedrijfsleven, van de vakbeweging of van de ouders. De inzet om ons volk terug te brengen op de weg van vooruitgang moet worden geleverd door vrouwen en mannen, jong en oud, werkers in alle sectoren. Dan zullen wij in staat zijn de tekorten weer om te zetten in reserves, de armoede in welvaart, rechteloosheid in gerechtigheid, onveiligheid in veiligheid, onzekerheid in garantie, verval in vooruitgang, uitzichtloosheid in perspectief. Laten wij aanpakken, volk van Suriname. Krakka na srevidensi fustranang.